Hallo, mijn naam is Peter Klerks en ik woon te Brugge. Ik wil het vandaag hebben met jullie over solarkoekers. Solarkoekers kunnen ook in ons klimaat zeer efficiënt werken, zelfs bij vriestemperaturen. Veel kijkplezier. We begonnen met de opnames in de Lange Straat. Daar vind je Ecoliving, waar ik ook bijna dagelijks kook, onder andere met solarkoekers. Ik stapel alles op een van mijn bakfietsen. Ik leef ook zonder auto, weet je? We rijden naar de Vesten, hoewel we niet zeker zijn dat er zo'n genoeg zal zijn om alle solarkoekers te doen werken. Het lijkt eigenlijk wel mee te vallen, de zon. We installeren ons in het gras op een heuveltje tussen twee wandelpaden in. Het is een mooie plek om kijklustigen aan te trekken. Dat zie je straks nog wel. Even kijken waar alles ligt. Oh nee, ik ben blijkbaar iets vergeten. Het eten. Ja. Dan maar terug. Oké. Amai, dat ging rap. Ik ben ondertussen ook nog van kledij veranderd en mij een beetje verfrist. Terug. Het eten. Straks gaan we hier eten in doen. Misschien zonder die bakjes. Ik gebruik die bakjes eigenlijk niet graag. Ik zou er liever in metaal hebben. Maar dat is voor later. Ze hebben nog een soort zonneoven met metalen bakjes in. Maar helaas wordt die niet geëxporteerd naar België of hij is altijd uitverkocht. Dus misschien ga ik die ooit nog kopen. Normaal is het niet de bedoeling dat je voorverwarmt. Maar een klein beetje warmte er al in lijkt mij nu ook niet erg. Er is niet veel zon. Ik heb een aantal dingen mee van eten dat ik niet echt gekozen heb. Ik haal voedseloverschotten op. Dus het is van de voedseloverschotten dat ik dingen mee heb. Ja, ik denk eigenlijk dat ik van de eerste keer wat kan insteken. Dus ik had een paar dingen in de diepvries zetten. Het eten wat ik mee heb is voorbij THT-datum. Dit staat voor tenminste houdbaar tot. Wanneer je vlees en vis op de vervaldag zelf invriest, dan mag je dit nog tot 8 weken voorbij datum consumeren. Voor groenten is dit nog langer. Ik doe alles in de kunststofbakjes. Eigenlijk had ik ze liever in metaal gezien. Nu kunnen we daar richten naar de zon, maar helaas, er is niet veel zon. Maar hier zit er zo'n systeemje om te richten, er staat hier een bolletje op. En als er wat meer zon is, dan zie je de schaduw van dat bolletje. En dan weet je als die perfect gericht staat. Maar ik vind het niet altijd praktisch om te zien. Ik ga straks een bordje uitleg geven hoe dat systeem werkt met een vacuumbuis. Maar ik ga eerst nog een andere solarkoeker opzetten, een ander type. De Simplicity. Je zal merken dat dit type solarkoeker
vrij eenvoudig kan opgezet worden. Maar eerst de twee Gaussens ports opzetten. Dit gaat net nog iets sneller. Er bestaan nog andere ook. Er bestaan nog ovens, zwarte bakken met spiegels rond en zo. En dat heb ik nog niet. Misschien ga ik dat ooit zelf maken. Misschien ga ik er toch ooit eentje kopen. Geen idee. Wat hij hier ziet aan de achterkant, dat is een systeem om hem terecht naar de zon. Het is doorschijnt, dus je kunt ook aan die kant zien. Als dat bolletje in het midden komt, dan is die goed terecht. Maar ik ga dat straks doen. Ik ga hem nu nog niet te veel richten, anders wordt dat hier te warm. De parabool solarkoekers werken op basis van één brandpunt. Dit wil zeggen dat de zonnestraal naar één punt komen. De temperatuur op dit brandpunt is meteen 350 graden Celsius. Bij de Simplicity ligt het brandpunt binnen in de parabool, voor de veiligheid. Bij plattere modellen ligt het brandpunt iets buiten de parabool, waardoor je per ongeluk iets zou kunnen in brand steken. Opletten dus. Dit dingetje dient om potten en pannen van meerdere diameters te kunnen gebruiken. Dit dingetje, hoe zou je het noemen? Heb je dat dus eigenlijk al lang, zo'n solarkoeker? Een grote solarkoeker heb ik al heel lang. Al een jaar of 8 denk ik, misschien 10, ik weet het niet juist. Ja. Ik heb die trouwens niet gekocht, ik heb die geletst. Ja. En hoe kwam dat? Letsen, dat is Local Exchange Trading System, dus een lokaal ruilhandelssysteem. In het begin hadden we het 60 leden, nee 50 leden, het 60 met de partners erbij en zeker met de kinderen erbij. Dus dat was een kleine groep mensen die elkaar allemaal kenden en we kwamen ook wel een keer op bezoek bij elkaar. Dat er iets doorhing in de tuin van iemand. En zo zag ik in de tuin van iemand een solarkoeker staan. En ik wist wat het was en ik vroeg van, verkoop je die niet? Maar dan tegen letsvergoeding. Hij wou die eigenlijk niet wegdoen, want ja, hij had die zelf ook gekocht. Maar aan de andere kant, hij had hem gekocht voor op reis te gebruiken. En het demonteren was niet gemakkelijk. Dus zei hij, ja, eventueel wil ik hem wel wegdoen, maar ik ga daar toch redelijk wat letspunten voor vragen. Maar ik had veel letspunten. Dus ik was blij, want als je te veel letspunten hebt, dan kun je er geen meer bij verdienen op een bepaald ogenblik. Dus zo ben ik aan een solarkoeker gekomen, zonder dat het mij geld gekost heeft. Dus, wat je ook kunt doen om wat meer zon te krijgen op je solarkoeker, is een extra spiegel gebruiken. Dus ik heb hier een spiegel mee. Op verplaatsing is dat niet zo handig, maar ik ben nog aan het kijken om spiegels te kopen in kunststof die kunnen opgerold worden. Om eventueel zelf ook solarkoekers mee te bouwen. Snap je, dus, we kunnen even in beeld komen door de spiegel, dat zou wel een komische noot geven. Anders Peter, wil je even zo die spiegel voor je houden? Ja. En moet ik daar nog uitleg bij geven? Of, wat, misschien even uitleg over de twee anomalieën dat je hier ziet in de spiegel. Wat dat nu ook zou kunnen doen, is mijn t-shirt afdoen en dat lijkt alsof dat niks aan heeft. Wat? Ik wou zeggen, doe maar. Dan ga ik hem zo houden. Ja, dat is nog gewaagder. Hè? Ja. Ja, oké. Okay. Is het oké? Okay? Ja. Voilà, dus nu ga ik die voor de solarkoeker leggen, van naar daar. En ik kan wel zien aan de zon hier, of dat ik hem goed recht of niet. Voilà. Het is trouwens ook heel verschillend, winter en zomer. En is het eigenlijk te doen om een solarkoeker te gebruiken in de winter of in de koude? Ja, dat kan. Dat is de uitleg dat ik nog wou geven over het verschil tussen een parabool zoals deze en een die met een vacuumbuis werkt zoals deze. Een vacuumbuis, het is een dubbelwandige buis. Dus waar het eten zit is het helemaal niet vacuum, daar is het gewoon de lucht. Maar het glas heeft een dubbele wand. De buitenkant is gewoon doorschijnend glas, redelijk dik. En dan zit daar een andere buis in. En die heeft een speciale coating,
die zorgt dat de stralen die erin komen ook nog een keer extra weerkaatst worden. Nu, het is dus vacuüm tussen die twee stukken glas en die dubbele wand is het vacuüm. En vacuüm isoleert. Wat dat misschien raar klinkt, omdat de warmte erin moet. Maar vacuüm isoleert wel degelijk, want een thermos is ook vacuüm. Dus een glazen thermos die vacuüm is, je doet daar een koffie in. Zelfs is die nog goed warm. Dus daarom kun je zien hoe goed dat vacuüm isoleert. Vacuüm isoleert eigenlijk heel goed, beter dan dubbel glas. Veel mensen denken dat dubbel glas in een huis dat vacuüm is, maar dat is niet waar. Daar zit lucht in of een ander gas. Hier is dus vacuüm, dus een zeer goede isolatie. Hoe komt het dan dat die warmte van de zon daarin kan? Eigenlijk is het niet de warmte van de zon die erin gaat, het zijn de zonnestralen. De zonnestralen die gaan door het heelal en het heelal is ook vacuüm. Dus die warmen niks op in het vacuüm, want er is niets. Dus die warmen hier ook het glas niet op aan die buitenkant, vandaar dat daar kan aankomen. Maar die warmen wel de binnenkant op. En dat is ideaal in de winter. Als het buiten aan het vriezen is, dat mag onder nul zijn, die kou gaat daar niet in. Omdat die vacuüm isoleert. Maar de zonnestralen die gaan er wel in. En die gaan dus de voeding die erin zit opwarmen. Dat is eigenlijk bij koude, zelf bij een vriesdag, ja. Een zonnige vriesdag, zou je hiermee kunnen werken. Ja, klopt. Nu, we zijn nu juli. Ik heb die solarkoekers nu 4 maanden ongeveer, dus ik had ze nog niet in de winter. Dus deze heb ik nog niet kunnen uittesten bij vriesweer, maar ik verlang wel naar de kou om ze uit te testen bij vriesweer. Ook als het bewolkt is, heeft die voordelen. Dus vandaag is het zondag dat de zon af en toe weggaat. Nu, als je start met het koken, als je hem richt naar de zon en hebt een half uur zon, dan is dat 270 graden warm geworden in die buis. En die warmte die zit daarin gevangen, die gaat daar niet zomaar uit. Dus hij gaat verder koken, ook als het af en toe bewolkt is. En ook met een bewolkte hemel en zonnestralen gaat die beter werken dan deze. Het verschil is echt dat die de warmte vasthoudt en die verliest zijn warmte terug. Als het bewolkt is, er is niet veel zon en het waait een beetje, dan koelt die misschien even snel af alsof dat die opwarmt. En als het buiten aan het vriezen is, dan koelt die misschien nog sneller af dan dat die opwarmt. Dit type heeft zeker een aantal voordelen. Het nadeel is dan weer dat je alles in een buis moet steken. Die heeft een kleine buis, het voordeel, hij warmt sneller op dan die. Maar het nadeel, het is wat moeilijker om het erin te krijgen. Je ziet dat de worst al een beetje bruin aan het worden is. Je ziet het wel aan mijn gezicht. Het is in orde, die handel. De worst en de patatjes zijn gaar. Ik serveer het aan de cameraploeg. Zet nog een potje water op om straks te kuisen. En we eten gezellig samen met de cameraploeg. En Ann, die op de heur is afgekomen. Dames en heren, even ter attentie. Wat nu volgt is geen reclame, ik dank u. Indien Peters hoofd even niet in beeld komt, is dat volstrekt normaal. Zijn hoofd is niet weg, weet u. Veel kijkplezier. Ik ga ook nog even de prijs vertellen van de solarkoekers. Het is niet dat ik ze verkoop en dat ik daar winst aan maak, maar het is wel interessant om te weten hoeveel dat die kosten. Maar om zeker niet te missen, heb ik het opgeschreven. Het is in dollars. Ja, daar schommelt die prijs, dus vandaar in dollars. De Go, dat is de solarkoeker dat ik niet mee heb vandaag, die kost $129. Ik heb hem niet mee omdat de buis gebroken is. Maar als je naar de website gaat van GoSun, dan zie je wel wat de Go is. Dit is de Sport. En dit is ook de Sport. En die kost $279. Dit is de GoSun Fusion. Die kan ook werken op elektriciteit. Vandaar dat de prijs ook wat hoger is. En die kost $499. Maar zeg dan ook af en toe van die kortingsdagen. Hoe werkt die op elektriciteit? Je kunt daar een powerbank bij kopen. Voilà, een powerbank. Met een sigarenaansteker. En steek dat daarin. Als het rood lichtje brandt, is het oké.
Je steekt dat hierin. Voilà. Zelfs als de zon weg is, werkt dat toestel. En dat werd zuinig, want het verwarmingselement zit hier binnen in de vacuümbuis. En kan dus ook op de autobatterij. Of met een omvormer via 230 volt. Voilà. Het regenwater heeft lang gekookt. Dit heeft geen bacterie overleefd. Nu alles terug opplooien, dichtklappen. Het regenwater kan nu dienen om de buizen te reinigen. Ik doe dit met opzet niet in het gras, zodanig dat het gras niet stuk gaat. Ik probeer ook het water terug te geven aan de grond, zonder gebruik van detergenten uiteraard. Zo, alles is weer compact. De overschotten worden netjes meegenomen. En daar gaan we, terug huiswaarts. Uiteraard ook met ecologisch transport. Ik probeer alles zo dicht mogelijk bij de natuur te doen. Vandaar ook de fiets en de solarkoekers. De solarkoekers gebruiken de kracht van de zon of van de zonnestralen rechtstreeks. Er is geen omvorming nodig, naar elektriciteit bijvoorbeeld. Hierdoor worden de zonnestralen veel efficiënter benut. Zo, dat was het dan. Tenminste toch wat betreft de solarkoekers die ik zelf bezit. Er bestaan nog veel meer soorten solarkoekers. Google eens of zoek op een andere manier op internet en je zult informatie vinden ook over hoe je zelf solarkoekers kunt bouwen. Veel plezier met de zon in de toekomst.